Investeren in de zorg, dat is investeren in mensen. Iedereen hoort erbij, want we kunnen niemand missen. Dat iedereen meedoen naar vermogen. Een baan is zoveel meer dan een uitkering. Daar moeten we alles aan doen. Aan mooie woorden, geen gebrek. Maar de mensen in de jaarbeurs vinden dat de politiek weinig oog heeft voor gehandicapten. Op de televisie eigenlijk nog niks over gehoord. En als het er is, dan houdt dat op de dag 1 na de verkiezingen houdt dat op. Het overgrote deel stemt op een linkse partij, omdat zij het meest geld over hebben voor de zorg. Maar er zijn uitzonderingen. De zorg is belangrijk. Dat zit meer in de linkshoek. Maar er is meer in de wereld dan land. Dus ook een enkele rechtse stemmer. Bijna iedereen is van plan om naar de stembus te gaan op 9 juni. Alleen is dat niet altijd even makkelijk voor gehandicapten. Slechtzienden hebben moeite met stemmen met het potlood. Ja, u hebt hopelijk. En niet alle stemlokalen zijn toegankelijk voor rolstoelen, weet ook de enige gehandicapte politicus. Wat ik daarvan weet is dat zo hier en daar het nog wel te wensen overlaat, hoor. Maar gelukkig is het zo dat je nu in je gemeente overal mag stemmen. Dus je kunt zelf een hele prettige plek uitzoeken. Maar dan moet je wel bereid zijn om een stukje om te rijden.